Welkom bij een gloednieuwe aflevering in het tweede seizoen van Helmond Schout. Een programma voor ouderen, door ouderen. Ook hebben we een nieuw stijl gekregen en staan we voortaan in onze studio met een fantastisch uitzicht over de traverse hier beneden. Naast onze actuele items die u van ons gewend bent, gaat u in de komende weken ook nieuwe vaste items terugzien. Maar deze week zijn we geweest bij het Alzheimer Café. We hebben gezellig meegedaan met de Big Bingo Revue naar Meidenflat. En Sammy legt Truus uit hoe hij via internet meisjes ontmoet. We brengen u op de hoogte van wat er de komende week allemaal te doen is in Helmond. En straks sluiten we af met een prachtig lied van Dubbel Trouble. Dementie komt steeds vaker voor. Maar wat houdt dat nou precies in? En hoe begint deze ziekte? En welke verschijnselen horen erbij? Wat merkt iemand er zelf van? En hoe verloopt een onderzoek om de diagnose te stellen? Bent u benieuwd naar het antwoord op een van deze vragen? Of heeft u andere vragen over dementie? Dan bent u van harte welkom op de maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Café. Het kan zijn dat mensen sneller geïrriteerd zijn. Het komt ook bij Alzheimer voor. Sneller boos worden. Sneller emotioneel raken. Ja, en dan heb je natuurlijk heel veel mensen die een mengvorm hebben. Dus dan wordt het heel ingewikkeld van wat was nou eerst. Het Alzheimer Café, dat is dus geen café zoals je ziet. En zodat mensen daar van elkaar tips en trucs kunnen krijgen. Men praat met elkaar, niet over elkaar. Geen professionals, die zijn wel in de zaal eventueel aanwezig. Maar zodat mensen weten van, goh, ik kom dit nu tegen bij mijn partner of bij mijn vader of moeder. En daar loop ik tegen aan. En het ziektebeeld dementie komt heel vaak voor. Het is, als ik me niet vergis, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Wat heel veel mensen niet weten. Nou, het Alzheimer Café is eigenlijk opgebouwd in vijf blokjes van een half uur. Ja, om 7 uur gaat de zaal open. Kunnen ze even een kopje koffie drinken, al een plekje zoeken, met elkaar in gesprek. Om 7:30 begint het officiële programma. En dan gaan we vaak in gesprek over het onderwerp van die avond. Bijvoorbeeld gedragsproblemen of bijvoorbeeld domotica. En dan gaan we in gesprek met een gastspreker. De mensen die in de zaal zitten, die hebben misschien daar vragen bij of denken ik snap het niet helemaal. Die kunnen ze noteren op kleine briefjes. Om 8 uur is dan 30 minuten pauze. En dan gaan de gespreksleiders gaan rond in de zaal en gaan de vragen ophalen. Nou, om 8:30 gaan we door en dan gaan we inderdaad, en dan kunnen mensen in gesprek met de gast. Maar vaak zie je ook dat er ook gesprek ontstaat in de zaal, want mensen stellen een vraag. En er komt een antwoord op en dan zegt iemand bijvoorbeeld, ik ben het er niet mee eens of mijn ervaringen zijn heel anders. Dus het is eigenlijk een hele mooie opbouw. En die opbouw van die 30 minuten is ook speciaal bedoeld voor mensen met dementie, dat het programma niet te lang is. Waar bent u bang voor dat dit naartoe gaat? Het wordt alleen maar erger. En hij is nog continu thuis. Hij niet een halve dag, niet een hele dag, hij nergens niet heen. Maar ik heb me eigen wel voorgenomen dat ik ergens heen moet, dan ga ik. En dan heb ik hem de keus. Als het mee kan, dan mag je mee. Maar als het niet kan, dan zeg ik, jongen, ik ben zo laat weg. Maar dan is het naar de hand. Waar ben ik heel lang weggebleven? Ja, kan ik het met mijn huisarts gaan bespreken, met mijn huisarts, terwijl mijn vader of moeder bij een andere huisarts zitten? Wat moet ik dan doen? En die mensen komen puur op informatie uit. En er zijn hier altijd enkele professionals die mensen dan de weg kunnen wijzen van, hey, dit zou je kunnen bewandelen. In onze nieuwe rubriek Jong geleerd is oud gedaan gaan we verschillen laten zien tussen jongeren en ouderen. Hoe gaat het nu en hoe ging het vroeger? Deze keer hebben we Sammy en Truus. Ze hebben het over het daten. Waar je vroeger gewoon naar een danszaal ging, veegt Sammy de meisjes naar links en naar rechts. Heb jij ook een vriendin? Nee. Niet? Nee. Wat is dat nou, jongen? Heb ik wel heel lang gehad. Ja. Dan is het een beetje fout gegaan en sindsdien niet meer. Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Maar hoe heb je die ontmoet? Op internet. Internet? Ja, online heb ik haar ontmoet. En toen hebben hoe gaat het dan? Want ik begreep het nooit. Ik hoorde wel eens vertellen van... Nou, je kan elkaar via de Instagram kan je elkaar toevoegen. Instagram? Ja, dat zal ik je Facebook wel of iets? Ik heb een eigen profiel op Instagram.
En dan, dat ziet het er zo uit. En dan is dit dus helemaal van mezelf. Hier heb ik allemaal foto's van mezelf. Ja. En dan als ik een naam weet of als ik weet hoe ze heet op Instagram, dan kan ik haar opzoeken. Op deze manier bijvoorbeeld. En dan klik ik erop en dan kan ik er liken en dan kan ik er een berichtje sturen van hey, wat doe je vanavond? Ah, maar je kent haar dan wel? Want ja, haar ken je ik dan wel. Maar hoe zou je dat dan doen als je gewoon naar een vriendin zoekt en dan iemand die je nog niet kent? Daar hebben ze ook een hele leuke app voor. Ken je Tinder? Heb je er ooit van gehoord? Ja, in de verte heb ik het wel eens horen vallen, maar waar de inhoud allemaal? Dus iets heel leuks. Dan kan je vegen. Oh ja. Zullen we samen gaan vegen? Ja, doe vreed. Gaan we kijken, gaan we vegen. Kijk, hier hebben we dus Tinder. Ja. En dan heb je hier Dana, ze is 19. Nou, En dan, laat ze nee, wel goed zien, hoor. Ja, als je die leuk vindt, dan nee, doe je nee. dus je kan hem naar je toe vegen of je kan hem van je weg vegen. Ja, oké. Okay. Kijk, dit is Jordi van 23 en die vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dat vind ik niet zo knap. Ik vind dat hij zich zo verstopt achter die grote bril. Dus dan doen we haar weg. Ja. En dus Denise van 21. En zo kan je eigenlijk de hele dag een beetje gaan kijken wie je wel en wie je niet leuk vindt. Oh. Maar hoe ging het eigenlijk aan jouw tijd? Ja, nou, ik ging vroeger naar Verkoten in de Heijstraat. Dat is onze grote danszaal. Daar heb ik ook dansles gehad, 2 jaar. En Verkoten is een? En was een danszaal. Een danszaal? Ja. Als er iedereen binnen was, van 7 tot 8 mocht je naar binnen. En dan ging de deur op slot. En dan werd er echt stijl dansen, want dat was echt stijl dansen. En dan was om 11 uur afgelopen en dan kon je jas weer in de garderobe aan. Dan ging de deur ook weer open. Tenminste, er stond wel iemand bij die de deur openmaakte, hè, indien nodig. En dan kon ik om 11:30 thuis zijn. Dus je snapte wel dat ik naar Verkoten ging. Ja. Want ja, dan mocht ik om 11:30 pas thuis komen, hè. Anders moest ik om 10 uur al thuis zijn. Als ik nou een jongen leuk vond, dan bracht je me naar huis. En dan was ik gewoon de kort bij de kerk. En dan was op de hoek van de kerk een zoen. En dan gauw naar binnen. Was ja, dat is echt heel erg geweest. Ja, heb je er veel gehad? Maar, veel? Kan je ze nog op 1 hand tellen? Nou, niet helemaal. Dus je tweede hand die komt erbij? Ja, een beetje, ja. Nog een beetje. Kun jij ze ook op 1 hand tellen? Of heb je ook 2 handen voor nodig? Nee, ik kan ze nog wel op 1 hand tellen. Ja. Gelukkig. Ja. Want dan zal bij ons thuis wel een probleem zijn, denk ik. Ja, ik weet niet uit welke cultuur het is, jij komt. Dus van de Turkse cultuur. En dan is het vaak lastig als jij heel los daarin bent. Ja. Dus het is wel, ik moet wel... En heb je daar dan geen last van? Dat je je beknibbeld voelt? Zeker niet. Maar het is ook beter om... hoe minder je het houdt, hoe meer respect je hebt voor degene die tegenover je zit. En als je later gaat trouwen, dan is dat ook wel leuk, denk ik. Ja. Ik denk er nu nog niet aan, trouwens. Nou, helemaal goed. Echt? Ja, je bent 20. Ik ben nog 20, dus ik ga denken dat ik mijn vingers af. Ja. Als u van bingo een leuke quiz of van lachen houdt, dan zit u goed bij de Big Bingo Revue. Deze show is een initiatief van de werkgroep Aandacht voor Ouderen en is elke maand op een andere plek te zien in Helmond. Naast een gezellig stukje entertainment kunt u ook nog geweldige prijzen winnen. Een toneelvereniging uit Stiphout, die hadden mij gevraagd midden in coronatijd om iets te doen voor hun feestje. Toen mocht er net even iets meer, hè, een feestje van 30, 40 man. Toen had ik bedacht om een kienshow te maken. En dan kienen en show. Dus muziek, een stukje theater en kienen in één. Heb ik Rob Bouwman bijgehaald bij dat verhaal. En daar heb ik Birgit van Ekert bijgehaald. En Erika en Irma Martens heb ik erbij gehaald. Om daar veel jus te geven en om daar iets van te gaan maken. En dat is heel erg goed gelukt, moet ik zeggen. Dat was een succes, dat was een feest. Het is tijd. Een beetje bingo en mijn lachen tegelijkertijd. En dag mevrouw, en dag bevent, wat fijn dat u er bent. Nou, we hebben de afgelopen anderhalf jaar, zeg maar coronatijd, gezien dat mensen, met name ouderen, ontzettend achter de deur blijven. Dus echt vereenzamen. En we willen eigenlijk met die show langzaam de ouderen weer in contact krijgen met andere mensen, zodanig dat ze ook weer uit huis komen. En ja, dat is voor ons een belangrijk doel. Want ja, en we proberen dat met zo'n show.
We doen nog veel andere dingen, maar met deze show is met name proberen we in 11 wijken zeg maar, die show te doen, zodanig dat we verspreid over de stad dingen gaan doen. Als de lente komt, dan stuur ik het jou. Ja, natuurlijk. Als de lente komt, dan plek ik voor jou. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Nou, het liefst zou ik in alle bejaardenhuizen en alle verzorgingshuizen van Helmond en omstreken willen zitten. Dat is toch alleen maar leuk voor die oudjes? Wij zouden heel graag met de wijkhuizen afspraken maken om in een wijkhuis, en er zijn 11 wijkhuizen in Helmond, om daar die show te gaan doen. En we beginnen in de verzorgingshuizen, daar doen we een paar, om ook een beetje het gevoel te krijgen of de show die men doet ook past binnen, want ja, uiteindelijk treed je voor 120 mensen, 150 mensen op, of dat een succesvol is. I-25. Wij hadden wel het gevoel dat het heel erg leuk ging en goed ging. Dus ja, dit is weer zo'n moment van doorgaan. En daar mogen we ook doorgaan, want we mogen, zoals het er nu voor staat, op verschillende adressen, verschillende bejaardenhuizen, verzorgingstehuizen, mogen wij ons kunstje komen doen. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om heel veel mensen te bereiken. Dus het is een feest voor ons en voor de mensen zelf. Donderdag 25 november kunt u van 2:30 tot 3:00 middags deelnemen aan de literaire stadswandeling onder leiding van stadsgids Ruud Hakvoort. Hij voert u langs de gedichten in Helmond Centrum. Laat u verrassen door die vele mooie gedichten en dichtregels die in de stad te vinden zijn. De route is ongeveer 4,5 kilometer en u moet u zelf vooraf aanmelden. Deelname kost €7, maar dat is dan wel inclusief het nieuwe routeboekje. Kasteel Helmond vormt ook dit jaar het onderkomen van Sinterklaas en zijn Pieten. Eenmaal binnen kun je je vergapen aan de prachtig ingerichte kamers. Sinterklaas en Pieten laten u graag alles zien. Komt u ook een kijkje nemen samen met uw kleinkinderen? Zowel voor mensen die een smartphone of tablet hebben, als voor mensen die er niet over beschikken, maar wel willen weten hoe het werkt, is er weer de bijeenkomst Koffie met een tablet. Deze keer gaat het over de DigiD, Corona-QR en de e-overheid. Hoe kun je zaken met de overheid snel en makkelijk regelen? In november vertellen we je wat de DigiD is en waarvoor je deze kunt gaan gebruiken. Van 6 tot en met 30 november wordt in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland de reizende tentoonstelling In twee werelden Molukkers in Nederland gepresenteerd in Helmond. In deze tentoonstelling wordt zowel de landelijke als de lokale geschiedenis van de Molukkers gedeeld met de Helmondse inwoners. De tentoonstelling is te bezichtigen op het Piet Blomplein voor de kubuswoningen. We sluiten wekelijks af met een leuk liedje van vroeger. En de komende weken gaan de dames van Dubbel Trubbel u verblijden met leuke meezingers. Ik wens u veel plezier en ik zie u graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Helmond Schout. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. Een glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard. Met soms wel wat verdriet, maar met liefde, geluk en plezier in verschiet. De glimlach van een kind dat met een trein speelt of een pop. Zo'n glimlach maakt je blij, daar kan geen mens meer tegenop. Wat geeft het dat je ouder wordt? Dat maakt toch niks meer uit, want je voelt je gelukkig al heftig in flight. Ja la 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 la, ja la 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 la.
niks meer uit. Want je voelt je gelukkig al happy in life. Ja, Leila van mijn kind, doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van mijn kind, dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard.